We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de avond komen op enkele plaatsen nog tijdelijke lichte buien voor, daarna is het droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op bepaalde plaatsen nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend is er mogelijk een enkele lichte bui langs de kust. In de middag en begin van de avond op sommige plaatsen, vooral boven het noorden van het land, zijn er perioden met lichte tot soms matige buien, mogelijk gepaard met onweer en windstoten. Variërend uit het noordoosten tot oosten komt de wind met snelheden die oplopen tot 25 km per uur. Lokaal tijdelijk is er een toename in de windsnelheid, vooral kort voor en tijdens onweersbuien, maximaal tot 45 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 36 graden Celsius.